En Lutjeke en een gloednieuw vlog op dit kanaal. Dit is mijn zesde vlog op dit kanaal. En kijk, daar is heel mooi riet. Kijk, dat kun je even laten zien. En ja, ik heb het net helaas niet gefilmd. Was ik even vergeten, maar ja, maar we gaan straks het veld op. Dus ja, ik ga nu even lekker wandelen. Kijk nou, hoe mooie caravan. Voor de duur ook. Goed, we zijn nu bijna op het veld. En ja, en er is ook altijd zo'n leuk zweefvliegtuig. Ik weet niet of die er nu ook is. Maar het is wel altijd zo'n leuk zweefvliegtuigje. Dus ja, dat gaan we nog wel zien. Die is altijd daar zo. Dus ja, dus daar gaan we nu naartoe. Kijk, die mooie omgaande zon dan. Ja, heel mooi dus. En ja, en kijk, en daar zijn ook van die koeltjes. Hele leuke koels. Dus daar kan je ook mooi gaan voetballen. Kijk, dit is een hele aparte wijk. Vind ik dan. En ja, wow, je ziet die zon echt heel mooi. Kijk, je ziet het gewoon, lijkt net alsof het gewoon schil is, maar het is gewoon de zon. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi, jongens. Kijk hoe mooi plaatje. Ja, en we hebben net gegeten, wat pasta gegeten. En ja, kijk, het is ook een hele mooie lucht, jongens. Kijk dan hoe mooi. Het is echt mooie lucht. Je ziet gewoon echt, ja, een paar wolkjes aan de lucht, hè. Voor de rest echt helemaal niks. Ik vind dat zo mooi. Ja, en het lijkt eigenlijk net alsof we in Spakenburg zijn. Maar we zijn natuurlijk gewoon in, ja, in Amersfoort. Dus zo is Nederland zo moeilijk. Nou, nee. Maar kijk, en dit is ook helemaal afgezet. En ja, het komt natuurlijk allemaal door het coronavirus. Daar is die weer. Maar ja, en ze gaan ook... Nou, ik weet niet precies of ze het gaan doen. Maar kijk, ze hebben... Nou, na een paar weken geleden hadden ze dan wel dat die bomen gekapt. Goed, ik ga naar beneden vallen. Ik hou dat ook niet meer. Maar oké. 3, 2, 1. Oh, het viel eigenlijk wel mee hoeveel stijl. Zo, dus aparte auto. Ik heb zo'n oude Ford nog nooit gezien. En kijk, jongens, dit is echt zo'n mooie tuin. Hè? Zo'n mooie trampoline erin. Ja, mooi. En deze vlog komt als het goed is op donderdag online. Dus dat is morgen voor mij. Want het is nu woensdagavond. Even kijken hoe laat het is. Het is nu 9 uur 's avonds. Dus ja, en ja, jullie zien straks wel dat het 12 uur zijn. Ja, dat is echt een hele mooie zon. Je ziet ook als het goed is aan mijn gezicht. En kijk, je ziet ook gewoon van die bomen. Zie je ook gewoon allemaal zon. Ja, dus ik vind het heel mooi. En ja, kijk, hier kan je ook natuurlijk even voetballen. Yep. En dat doen ook heel veel mensen in deze tijd natuurlijk. Ja, je verveelt je natuurlijk helemaal. Dus ja, en ja, dus ja, ik vind het wel leuk. We zijn wel vaak op het veld. Nou, eigenlijk heel vaak. Dus ja, ik vind het wel een mooie plek. Er zitten ook veel mensen en zo. We zagen hier gisteren ook een vliegtuigje. Ja, dat had ik al verteld volgens mij in de vlog. Oh nee, nog niet. Ik weet niet. Maar we zagen hier ook een vliegtuigje. Dus ja, het was heel leuk dat we zo'n vliegtuig zagen. En ja, ik vond het leuk. En hij ging echt heel hoog. Hij ging wel, nou, 50 meter hoog of zo. Nou, ja, ja, ik denk wel 50 meter of zo. Ik zag hem al bijna niet meer zo hoog. Maar ik vind een vliegtuig eigenlijk wel leuker dan een droom. Ik bedoel, ja, het is toch iets anders wat niet leuk of zo. En ja, ja, binnen 4 weken is het gewoon al helemaal. Is er gewoon deze hele boom. Is al gewoon al helemaal. Is die gewoon al helemaal gewoon, ja, helemaal in bloei. Dat is wel bijzonder hoor. Dat die binnen 2 weken of zo. Nou, 4 weken, ik weet niet hoe lang. Maar dan is die gewoon al helemaal gewoon allemaal. Zit er nou ook gewoon allemaal bos alweer. Als je nou allemaal bomen zou laten staan, dan zou dit gewoon één al groot bos zijn. Maar vooral, want ik was, want vooral in het donker is het in dit bos, is het dan gewoon echt pikdonker. Het is gewoon echt super donker. Dat is niet normaal. Dan moet je wel een zaklamp hebben om, ja, om er natuurlijk, ja, in te gaan. Want ja, je ziet echt geen hand voor ogen. Je kan gewoon helemaal niks zien. Lijkt net dan alsof je je ogen dicht hebt. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet.
Ja, en dit is ook helemaal geel dit. Dat komt omdat mensen oplopen en omdat het zo lang niet geregend heeft. Dus eigenlijk moet hij dan wel een keer sproeien komen. Mooi flatgebouw, jongens. Kijk, die lucht is zo mooi, jongens. Zo, hier zit gewoon een kuil. Ja, je kan hier makkelijk met je voeten in. Gelukkig zag ik hem, want anders zou ik er gewoon, in zijn gevallen. En kijk jongens, dit zie ik zo vaak. Dit zie ik echt heel vaak. Kijk, en dan kan ik heel mooi, ik zal het even laten zien. Kijk, dan gaat het heel mooi zo. Echt mooi. En dan gooi ik dit weer weg. Ja, zo en daar. Want gewoon een vlieg gewoon in de boom. Kijk, ik heb echt zin om even lekker te rennen. Wow. Ik ga nu topspeed. Ik denk dat ik ongeveer 27 km per uur kan rennen. Wow. Kijk hoe laag die vloog. Dat is echt bijzonder, hè. Als vogel echt... gewoon zo laag vliegt. Dat is echt bijzonder. Kijk, het is een film. En dat moet je dan niet echt zien, hè. Nou, kijk. Hier is die weer, hoor. Mooi. Is die weer. Kijk, er zijn mensen aan het frisbeeën. Ik weet niet of je het ziet. Kijk, en je ziet gewoon die toren helemaal uit Hoogland. Die zie je gewoon helemaal daar, joh. Dat is echt niet normaal, hoor. Hij is zo hoog dat je hem gewoon van hier ziet. Ja, dat vind ik wel bijzonder, hè. Ja, het is natuurlijk niet heel ver weg, maar het nog is wel bijzonder. Hoor, je ziet gewoon die strook, zie je. Ja, ik weet niet of je het ziet, maar daar hebben gewoon allemaal mensen en dan is het heel droog. Daar hebben ze allemaal mensen gelopen en dan is het heel droog. Kijk, overal waar ik loop is het gewoon geel, maar niet overal. Maar kijk, je ziet wel echt heel veel geel. Maar als je dat ziet, dan lijkt het alsof het heel makkelijk is. Maar je moet wel een goede, je moet wel goed kunnen mikken en richten. Dus net zoals bij voetbal, dan moet je ook goed mikken en richten. Kijk, wow, het gaat echt heel hoog. Eén ding, je bent wel lekker in beweging. Kijk, daar is het ook helemaal geel. Ik vind dat soort huis vind ik ook wel mooi. En ik weet trouwens ook niet hoe zo daar een vlag op zit. Kijk, en dan heb je daar ook een mooie wolk. Ik vind dat ook wel mooi huizen. Ik zou hier trouwens ook wel een keer graag willen kamperen. Jullie ook? Ik denk het wel. Nou, maar in het donker is het dan ook wel een beetje, ja. Er zijn ook allemaal dingen en zo. Er zijn ook allemaal dieren en zo. Ja, ik ben echt zo'n insectenliefhebber. Overal allemaal gras. Nou, niet overal, maar vooral op de grond meer. Kijk, allemaal op de grond. Kijk, daar zie je mijn schaduw. Kijk hoe lang ik ben, heel lang. En dit is gewoon allemaal nog van het dorpsfeest. Dat was pas in september, was dat. Dus dat is echt bijzonder, hoor. Als het gewoon nog steeds ligt, terwijl het een half jaar geleden is geweest. Nou, langer dan een half jaar. Wel 8 maanden geleden is het pas. Na 7 maanden eerder, denk ik. Ja, maar dat is nog zo bijzonder. En daar is een hele mooie trampoline. Ja, ik wil ook wel graag een trampoline in ons tuin. Maar hij is wel iets te klein ervoor. En zondag dan komt er ook weer een nieuwe vlog online. Nou, het is meer een leuke video. Dus zien ze jullie dan zondag online. En dat is echt bijzonder dat je gewoon de hele tijd gewoon je vlag gewoon uit hebt staan. Dat je vlag gewoon de hele tijd aanhangt aan zo'n paal. Dat snap ik dus echt niet. Maar misschien denken ze, ja, dat is misschien wel leuk. Gewoon voor de leuk. Ja, ik weet niet. En ik vind het mooi. Kijk, ja, ik weet niet of het goed kan zien, maar dit is een test. Ik bedoel, ik zie Tesla's ook heel veel. Ik zie ze wel, ja, per dag zie ik er wel 12 of zo als ik veel op de weg ben. Maar ook gewoon bij ons huis hier zijn ook al 3 Tesla's. Dus ja, er zijn veel Tesla's. En op een gegeven moment vind ik Tesla's dan ook niet meer heel bijzonder. Ik bedoel, je ziet ze toch bijna elke dag. Maar goed, we zijn bijna thuis en ik denk dat ik de vlog hierbij ga laten.
Hij duurt ook best lang. Maar ja, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Geef dan even een blauw duimpje als je deze vlog leuk vond. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het hieronder even. En dan zie ik je bij de volgende video. Later mensen.